Mooi worden zonder te snijden, dat is de wens van iedereen die wel eens een liposuctie heeft overwogen. Vroeger ging dat niet, maar nu heeft de Finesse Bodyline Kliniek in Woerden liposuctie en facelift behandelingen door middel van ultrageluid. Geen operatie, geen narcose en geen herstelperiode. Hoe dat in zijn werk gaat, vertelt eigenaar en tevens verpleegkundige Cor Kok. Bij de ultrashape behandelingen gaan we eigenlijk de vetcellen vergruizen. Dus je kan de ultrashape hier achter me het beste beschouwen als de niersteen vergruizen, maar dan voor vetcellen. Feitelijk worden vetcellen dus behandeld met ultrageluid. Daardoor valt die vetcel in stukjes uit elkaar, hij vergruist als het ware. En je lichaam ruimt zelf de restant op. En hoe doet het lichaam dat dan? Het is een natuurlijk proces. Dus de afvalstoffen worden in het weefsel opgenomen, gaan via lymfe en bloedvaten naar de lever toe. En in de lever wordt gewoon via het normale, natuurlijke proces uitgescheiden. Als je zegt het vet wordt vergruist, is het dan blijvend weg? Ja, vetcellen die weg zijn blijven weg en die komen in principe ook niet meer terug. Ja. En hoeveel kan ik verwachten met één behandeling? Hoeveel vet kan ik verliezen? Nou weet je, eigenlijk per behandeling zien we een resultaat van 2 à 3 centimeter in omtrek minder. Wauw. Dat betekent, zou je 3 behandelingen doen, dat is op zich redelijk gebruikelijk hier, dan zit je tussen de 6 en de 9 centimeter in omtrek minder. En dat komt overeen voor je beeldvorming met 1,5 à 2 kledingmaten. In principe behandelen we buik, flanken, dijbenen, buiten- en binnenkant, de billen. Bij de dames de BH-bandjes en bij de heren de borstvorming. Nou, en dan komen ze voor de eerste keer voor de behandeling en dan? Ja, vervolgens wordt eerst alles opgemeten. Dus we meten de omtrek, we meten huidplooi, gewicht, vetpercentage. Doen we buikbehandeling, dan maken we ook van tevoren eerst een buikscan. Die meetgegevens leggen we vast. We maken ook foto's van het gebied. Dat betekent, als we klaar zijn met de serie behandelingen, dan doen we aan het eind 6 weken na de laatste behandeling nog een nacontrole. Daar herhalen we die metingen en dan kan je dus ook de verschillen gewoon goed in kaart brengen. Het gebied wordt behandeld met geluidspulsen. Na de behandeling dan gaan we nog nabehandelen met radiofrequente energie. Om met name het weefsel goed te doorbloeden en die afvoer ook goed op gang te brengen. En vervolgens gaat iemand nog 10 minuten onder de bodywave. En na de bodywave... Wat is de bodywave? Bodywave is een trilplaat met 50 UV-lampen eromheen. Die zorgt voor een verbetering van je lymfesysteem. Dus hij stimuleert het lymfedrainagesysteem. Daarna gaat iemand nog 20 minuutjes op de vacuümmassage. Bij de vacuümmassage wordt met name de zones die behandeld zijn heel goed gemasseerd, zodat je ook oppervlakkig zeg maar een hele goede lymfemassage krijgt. En we sluiten uiteindelijk de behandeling ook af met een half uurtje in de vacuümnaut. De vacuümnaut op de loopband zorgt voor een verbetering van de vetverbranding. Juist in die zones die dus behandeld zijn. Dus een liposuctie zonder te snijden, maar jullie hebben ook een facelift zonder dat je hoeft te snijden. Ja, dat klopt. De toepassing van ultrageluid binnen de medische sector zie je steeds meer toenemen. De facelift, ook op basis van ultrageluid, is ook een van die nieuwe toepassingen. Wat we daarbij doen, is met name op basis van een echo bepalen op welke diepte de collageenlaag zit in het gezicht. Daarbij wordt die collageenlaag behandeld met geluidspulsen. En je huid gaat zelf nieuw collageen aanmaken. Dus de collageenlaag wordt vervangen door nieuw en jong collageen. En daardoor krijg je weer een steviger en een veel jonger, frisser uiterlijk. Nou, Cor, dankjewel voor je duidelijke uitleg. Maar ik kan me voorstellen, als u thuis zit te kijken en denkt, nou, ik wil eigenlijk wel meer over dat onderwerp weten. Nou, dat kan via ons tweede scherm. U kunt gewoon gaan naar rtl.nl/lifeisbeautiful. En dan hoort u nog veel meer leuke en interessante informatie van Cor.